Goedemorgen, broeders en zusters. Welkom weer in de wonderbare naam van Jezus Christus. We gaan vandaag door met ons onderwerp over de goddelijke natuur. We hebben het verleden week gehad over het geloof. In de laatste 2 weken hebben we gesproken over geloof en de inslag die dat op ons leven heeft. En vandaag gaan we verder met, met de goedheid. Laten we even eerst bidden. Heer Jezus, ik dank u vandaag voor uw woord en ik dank u voor uw goedheid. En ik bid dat dit woord van vandaag ingang mag vinden in onze harten. Ik bid dat u ons helpt, Heer Jezus, om het ook te kunnen bevatten, het ook te kunnen toepassen in onze levens. We danken u daarvoor, Vader God. Zegen het woord, vragen in Jezus' naam. Amen. We beginnen weer met onze tekst ter herhaling en ogenblik ter om het ook weer te kunnen herinneren wat we waar de laatste tijd over hebben gehad. En dan lees ik weer uit 2 Petrus hoofdstuk 1 vers 3 tot en met 11. Die zegt: zijn goddelijke macht immers heeft ons alles gegeven wat wij nodig hebben voor goddelijk leven. Door onze kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn eigen glorie en goedheid. Door zijn eigen glorie en goedheid. Door deze heeft hij ons zeer kostbare en prachtige belofte gegeven, zodat wij daardoor deel kunnen zouden hebben aan de goddelijke natuur. En doordat u ontkomen bent aan de corruptie in de wereld die veroorzaakt wordt door kwade lusten. Om deze specifieke reden doe er met alle ernst alles aan om tot uw geloof goedheid toe te voegen, tot uw goedheid, kennis, tot kennis zelfbeheersing, tot zelfbeheersing, volharding, tot volharding godsvrucht, en tot godsvrucht broederlijke tederheid, en tot broederlijke tederheid liefde. Want wanneer deze dingen bij u aanwezig zijn in toenemende overvloedige mate, zult u niet onvruchtbaar zijn in de kennis van onze Heer Jezus Christus. We lezen deze tekst elke keer weer, elke zondag weer om onze gedachten weer te verfrissen hierover. En zoals er staat, we hebben het gehad, hij zegt hier dat we alle ernst eraan moeten doen om tot ons geloof goedheid enzovoort toe te voegen. Dus aan ons geloof goedheid en goedheid kennis. En we hebben daar de laatste paar weken over gehad wat dat eigenlijk inhoudt. Nou, goedheid, als je naar het woordenboek kijken, dan zie je de definitie echt daarvan is echt een moreel uitstekend, deugdzaam, rechtvaardig, vroom, rechtschapen, oprechte goede gezindheid. Ja, de Bijbel weergeeft dat ook natuurlijk als morele uitmuntendheid, goedheid, genadige daden, oprechtheid. En zo zien we dat het echt een iets is dat van binnen komt, dat uit het karakter van de mens komt. Dat gevormd wordt, en dat kan je ook zien natuurlijk, het wordt ook gevormd door, door de levensomstandigheden waar iemand in is, en de manier waarop iemand, een persoon, zijn medemens benadert. En daar gaan we zo... Daar gaan we verder over spreken. De Bijbel zit natuurlijk vol van voorbeelden. En wij gaan die van Abraham gebruiken, echt een man van God. En in dit verschijnt God aan Abraham. En op een gegeven moment, in Genesis 18 vers 16 tot en met 33 lezen wij, staat er: toen trokken die mannen vandaar, dat was God met engelen, en zagen in de richting van Sodom. Abraham ging met hen mee om hen uitgeleide te doen. En de Heere dacht: zal ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Abraham immers zal voorzeker tot een groot en machtig volk worden, en met hem zullen alle volken der aarde gezegend worden. Ik heb hem gekend, opdat hij gebieden zou dat zijn zonen en zijn huis na hem de weg des Heeren zouden bewaren door gerechtigheid en recht te doen, opdat de Heer aan Abraham vervult wat hij over hem gesproken heeft. Daarop zei de Heer: het geroep over Sodom en Gomorra is voorwaar groot, en haar zonde is voorwaar zeer zwaar.
Ik wil nederdalen om te zien of ze inderdaad gedaan hebben naar het geroep dat tot mij gekomen is of niet. Ik wil het weten. Toen wendden die mannen zich vandaar en gingen naar Sodom. Maar Abraham bleef staan voor de Heer. En Abraham trad nader en zei, zult u de rechtvaardigen met de goddelozen verdelgen? Misschien zullen er 50 rechtvaardigen in de stad zijn. Zult u haar dan verdelgen? En aan de plaats geen vergiffenis schenken ter wille van de 50 rechtvaardigen die in haar zijn? Het zij verre van u, aldus te handelen, de rechtvaardigen te doden met de goddelozen, zodat de rechtvaardigen zou zijn gelijk de goddelozen. Verre zij het van u. Zou de rechter der ganse aarde geen recht doen? En de Heere zei, indien ik te Sodom 50 rechtvaardigen in de stad vind, zal ik de plaats vergiffenis schenken om hunnentwil. En Abraham oorde, zie toch, ik heb mij verstout door de Heer te spreken, hoewel ik stof en as ben. Misschien ontbreken er aan de 50 rechtvaardigen 5, zult u dan om die 5 de stad geheel verwoesten? Ik zal haar niet verwoesten, indien ik er 45 vind. En hij zeide verder tot hem, misschien worden er daar 40 gevonden. En hij zei, ik zal het niet doen ter wille van de 40. En hij zei, de Heere worden toch niet toornig. Als ik nog eens spreek, misschien worden er daar 30 gevonden. Ik zal het niet doen, indien ik daar 30 vind. En hij zei, zie toch, ik heb mij verstout door de Heer te spreken. Misschien worden er daar maar 20 gevonden. En hij zei, ik zal haar niet verwoesten van de 20. En hij zei, de Heere worden toch niet toornig. Als ik nog eenmaal spreek, misschien worden er daar 10 gevonden. En hij zei, ik zal haar niet verwoesten ter wille van de 10. Toen ging de Heere weg, nadat hij geëindigd had Abraham te spreken. En Abraham keerde terug naar zijn woonplaats. Nou, één ding wil ik even bespreken. En dat is vers 21, waar God zegt, waar hij zegt in vers 20 dat het geroep over Sodom is voorwaar groot, haar zonde is voorwaar zeer zwaar en ik wil nederdalen om te zien of zij inderdaad gedaan hebben naar het geroep dat tot mij gekomen is of niet. Ik wil het weten. Ik begrijp het natuurlijk niet. Het is niet alsof God alsof het iets is waar God over twijfelt, maar God wil ons tonen dat hij de schuld van de misdadiger vaststelt voordat hij het vonnis veld. Dus God onderzoekt voordat hij straft. Met dezelfde zorg natuurlijk als een persoonlijke inspectie, zoals de gewetensvolle aardse rechter. Ja? En dan kunnen we ook zien natuurlijk in Genesis 11 vers 5 waar het staat, toen de mensen de toren van Babel hadden gebouwd, natuurlijk dat is in opstand tegen God hebben ze dat gedaan. En daar staat er, toen daalde de Heer neder om de stad en de toren die de mensen kinderen bouwden te bezien. Dus God is natuurlijk een rechtvaardige God. Dus hij wil ons tonen dat hij niet zomaar oordeelt. Hij wil ons tonen dat hij eerst onderzoekt, eerst komt kijken, terwijl God het allemaal natuurlijk al weet. Hij wil ons tonen hoe hij dat doet, hoe hij zijn rechtvaardigheid uitvoert. Nou, we zien in dit verhaal, en we gaan zo direct nog een ander voorbeeld hierover halen, maar we zien in het verhaal waar God zegt, zal ik dit voor Abraham verbergen, in vers, wat we net hebben gelezen, vers 18, vers 17, zal ik verbergen wat ik ga doen, en hij zegt verder in vers 18, Abraham immers zal voorzeker tot een groot en machtig volk worden, en met hem zal al volken de aarde gezegend worden. En dan staat in vers 19, want ik heb hem gekend, opdat hij gebieden zou dat zijn zonen en zijn huis na hem de weg des Heren zouden bewaren, door gerechtigheid en recht te doen. Ziet u? Dus wat er hier eigenlijk aan het gebeuren is, dus God spreekt al over deze man, over Abraham, over deze man, zijn goddelijke natuur, die hij natuurlijk van de Heer heeft ontvangen natuurlijk, maar hij is een rechtschapen man. En dat zien we natuurlijk ook in hoe hij dat begint toe te passen. Dus God zegt dit, ik ga het hem vertellen wat ik ga doen. Oké? En doordat hij hem zegt, hij zegt natuurlijk deze straf, de groep van, zegt hij in vers
20 zegt God het geroep over Sodom en Gomorra is voorwaar heel, is groot, zegt hij. En haar zonde is voorwaar zeer zwaar. Dus Abraham weet direct, Gods oordeel komt hierover. En Gods oordeel, God is een rechtvaardig God, hij moet hierover oordelen. Wat gaat komen van Sodom en Gomorra, Adma en Zeboim, want God heeft 4 steden verwoest, gaat natuurlijk voor hen verschrikkelijk zijn. En terecht, God kent ons natuurlijk, zoals we vaker hebben gezegd, wat God van ons, wat de mensen van ons denken, heet reputatie, wat God van ons weet, heet karakter. God kent deze man's karakter. En hij zet hem in een positie door hem te vertellen wat er gaat gebeuren. En door dat te doen, komt het karakter van Abraham eruit. Wat hij dan direct zegt, hij begint direct te pleiten voor die stad. Voor mensen die hij niet kent, waarvan hij weet dat ze heel zondig waren. Want dat was al eerder bekend en dan gaan we zo direct even verder bespreken. En direct begint met God te pleiten. Hij begint met 50. En dan gaat het breed af. En telkens weet hij dan 5 eraf, 5 eraf, 10 eraf enzovoort enzovoort. Niet waar? En hij stopt bij 10. En natuurlijk, waarom stopt hij bij 10? Want hij kon zich niet voorstellen dat in die 4 steden waar het naar men denkt tussen 300 en 400.000 mensen waren, dat er niet 10 waren die rechtvaardig waren. Kon hij zich niet voorstellen natuurlijk. Ja, want uiteindelijk, waarop kwam het neer? Het kwam het neer op in principe maar 3. Ja, maar we zien ook dat hij Gods karakter ook kent. Hij zegt hier in vers 25, het zij verre van u aldus te handelen, de rechtvaardige te doden met de goddeloze, zodat de rechtvaardige zo gelijk zou zijn aan de goddeloze. Verre zij het van u, zo de rechter van de ganse aarde ging recht doen. Ja? Dus hij spreekt God aan op Gods karakter, die hij heel goed kent. Okay? En daar gaan we volgende week over praten, over kennis. Deze man kende Gods karakter. Ja? En God kende zijn karakter. Dus God zet hem voor die situatie. En wat doet hij? Hij gaat in de bres staan. Hij gaat in de bres staan voor deze mensen. Abraham natuurlijk. Ja? Nou, als we verder kijken. Hebben we ook een mooie tekst die hier mooi aan bij past natuurlijk. Jacobus 2 vers 13. Het einde van het laatste deel van vers 13 zegt. Genade zegeviert over oordeel. Ziet u? Dus hij sprak God op genade aan om het oordeel tegen te gaan. Als er 10 waren geweest. Maar Gods genade is natuurlijk altijd daar. En genade zegeviert over oordeel natuurlijk. En dat heeft Jezus 100% bewezen aan het kruis. En dan gaan we verder kijken naar Abraham's houding. Kijk samen met mij naar Genesis 13, vers 5 tot en met 13. En hier, dit is wat er nou gebeurt, is dat Lot Lot en Abraham woonden eigenlijk bij elkaar. Dus Abraham was uit Haran vertrokken naar wat God had hem geroepen. En toen is hij naar Kanaan verhuisd. Is daar gaan wonen. En er staat hier in vers 5, en ook Lot die met Abraham meeging, had schapen en runderen en tenten, maar het land niet toe dat ze tezamen bleven wonen, want hun haven was talrijk, zodat ze niet tezamen konden wonen. Daar ontstond er twist tussen de herders van Abraham's vee en de herders van Lot's vee. De Canaanieten nu en de Perizieten woonden toen in het land. Dus zei Abraham tot Lot, laat er geen twist tussen u en mij zijn, en tussen mijn herders en uw herders, want wij zijn mannenbroeders. Zijn familieleden natuurlijk, het was zijn neef. Zoon van zijn broer. Ligt het gehele land niet voor u open? Scheid u toch van mij af. Het zij naar links, het zij naar rechts. Het zij naar links, dan ga ik naar rechts. Het zij naar rechts, dan ga ik naar links. Toen sloeg Lot zijn ogen op en zag de gehele streek van de Jordaan, dat de hele streek van Jordaan rijk aan water was, voordat de Heere Sodom en Gomorra had verwoest. Toen was zij tot zowaar toe als het hof des Heren, als het land Egypte. Dus koos Lot
voor zich de gehele streek van de Jordaan. En Lot brak op naar het oosten en zij scheiden van elkaar. En Abraham bleef wonen in het land Kanaan en Lot vestigde zich in de steden van de streek en sloeg zijn tenten op tot bij Sodom. De mannen van Sodom die waren zeer slecht en zondig tegenover de Heer. Weet u? Dus het was toen al bekend. Deze mensen waren al heel erg ontzettend zondig. Al, okay? Want wat we hebben gelezen natuurlijk, dit is vers 13, dit is eerder gebeurd. En wat we net hebben gelezen over die pleidooi die Abraham hier heeft gedaan, is natuurlijk in vers hoofdstuk 18, het gebeurde later. Nou, we moeten een bepaalde punten hierbij ook even bespreken. Namelijk, we moeten naar het culturele aspect kijken van die tijd. Okay. Het was namelijk zo dat Abraham natuurlijk was de ouder. Hij heeft zijn neef meegenomen, de zoon van zijn broer. En die woonde bij hem in. Natuurlijk, Abraham, God heeft Abraham natuurlijk gezegend, maar Lot die bij hem woonde, is ook door Abraham natuurlijk, heeft God Lot ook gezegend. En ze werden natuurlijk heel erg, want in die tijd natuurlijk was vee, en in vele landen heb je dat nog steeds, waar veel vee betekent rijkdom uiteraard. En dus dat hadden deze mannen, maar natuurlijk, ja, de dieren moeten ze moeten zich kunnen voeden natuurlijk en dan heb je gras nodig en een bepaald natuurlijk land heb je nodig. En er staat ook de Kanaanieten en de Perizzieten waren in het land, dus die hadden hun vee ook natuurlijk. Dus toen zegt Abraham tegen hem, kijk, we moeten uit elkaar gaan, het kan niet zo door blijven gaan. Ja. Hij zegt, scheid je van mij. Hij zegt, het land ligt voor ons op. Kies waar je naartoe wil gaan. Ja. En er staat natuurlijk op dat in vers 10 staat. En Lot sloeg zijn ogen op, zegt dat de hele streek van de Jordaan rijk aan water was. Zodat de Heer, voordat de Heer Sodom en Gomorra had gemoest. En zij was tot Zoar, dat is die andere stad. Toen was zij het als het Hof van Eden, als het land van Egypte. Ja, Egypte in die tijd was natuurlijk, was natuurlijk een prachtig, vruchtbaar land. Dus staat er vers 11, koos Lot zich voor de gehele streek van de Jordaan. Oké. Okay. Het lijkt alsof hij zegt van, ja, hij is gewoon die kant op gegaan waar het mooi was en zo verder. Wie zou dat niet kiezen? Maar volgens de regels van die tijd moest eigenlijk Lot hebben gezegd van, u bent het hoofd van de familie. Waar wilt u naartoe gaan? En dan ga ik de andere kant op. Dat was eigenlijk wat er gebeurd moest zijn. Maar daar zien we ook weer Abrahams karakter hierin. Zijn goedheid hier ook weer in. Die natuurlijk zijn neef de eerste keus geeft. Terwijl hij hoofd van de familie was. En volgens de normen en de waarden van die tijd had hij alle recht om eerst te kiezen. Maar zoals ik eerder zei, zien we zijn karakter daarin en gaf het natuurlijk aan zijn neef. Zijn neef had, als hij een karakter, juiste karakter had, had hij eigenlijk moeten zeggen, nee, alles wat ik heb gekregen heb ik gehad van de Heer, omdat hij mij heeft gezegend om u. U moet eerst kiezen. Dat is wat Lot moet hebben gedaan. Maar Lot keek en zag het was heel erg mooi, dus koos hij de hele streek. Zie je wat ik bedoel? We beginnen al te zien dat Lots karakter bepaalde gebreken vertonen. Oké? Goed. Lot trekt weg. En op een gegeven moment zien wij ook dat Lot in Sodom terechtkomt. Nou, ik ga heel gauw, en ik ben er al in principe al mee begonnen, ik wil praten over de zonde. Okay? Want in deze wereld zien wij hoe wat goed is slecht is en wat slecht is goed is geworden. Okay? Dat de lijn tussen goed en slecht vervaagt. En ik ga daar duidelijk over spreken. Dit is ook natuurlijk een goed voorbeeld. Okay? Maar dat gaan we een andere keer doen.
Ik zal dat zeker doen en misschien ook zelfs tussenin, want zoals ik zei, ik ben al daarmee begonnen. Maar goed, we gaan verder met Genesis 14 vers 1. Op een gegeven moment, dit is een lang verhaal natuurlijk, maar op een gegeven moment wat er gebeurt, is dat Lot, zoals ik eerder zei, woont nou in Sodom. En wat er gebeurt hier, staat hier in vers 1 van hoofdstuk 14, gebeurde nu in de dagen van Amraphel, de koning van Sinjar, Jariok, de koning van Elasar, Kedorlaomer, de koning van Elam, en Tidal, de koning der volken, en deze oorlog voerde tegen Bera, de koning van Sodom, Birsa, de koning van Gomorra, Sinab, de koning van Adma, Semeber, de koning van Seboim, en de koning van Bela, dat is Zoar. Okay? Dus dat waren die steden. Trouwens, dit zijn alle steden die God verwoest heeft natuurlijk. Sodom, Gomorra, Adma, Seboim. Zoar zou ook verwoest worden, maar we zien in het verhaal van Genesis 19 dat Lot vroeg of hij daarheen mocht gaan in plaats van naar de bergen te gaan. En toen is die stad niet verwoest. En dan staat hier, deze allen kwamen samen in bondgenootschap naar het dal van Sidon, dat is de Zuidzee. 12 jaar hadden zij Kedorlaomer gediend en in het 14e jaar waren ze in opstand gekomen. Nou, dit is wat er gebeurt om een lang verhaal te maken, anders lezen we het allemaal weer over de verschillende koningen enzovoort. Wat er gebeurd is dat zijn opstand gekomen tegen hun overheersers. En toen in vers 8 rukt de koning van Sodom en de Gomorra van Gomorra en van Adma en Seboim en Zoar rukte op. En ze kwamen in het dal daar zo in de slagorde tegenover in het dal van Sidim. Vers 9 kwamen ze tegen Kedorlaomer, de koning van Elam, en zijn andere bondgenoten. Het waren 4 koningen tegen 5. En op een gegeven moment worden ze verslagen. Dus de Sodom, Gomorra, Adma, Zeboim en Zoar worden verslagen. En wat zij dan doen, en hier staat in vers 11, en zij namen alle haven van Sodom en Gomorra en al hun voedsel en trokken af. Ook namen zij Lot mede, de zoon van Abrahams broeder, en zijn haven en trokken af. Hij nu woonde te Sodom, ziet u? Dus Lot was nou in Sodom. Toen kwam een die ontsnapt was en deelde dit mede aan de Hebreer Abraham. En hij woonde bij de terebinden van de Amoriet Mamre, de broer van Eshkol en Aner, die Abrahams bondgenoot waren. Toen Abraham hoorde dat zijn broeder, zijn familielid, als gevangene was weggevoerd, bracht hij zijn geoefende dienaren, degenen die in zijn huis geboren waren, in de strijd, 318 man, en achtervolgde hen van tot dan toe. Okay? Natuurlijk, toen was er geen dan, maar natuurlijk werd zo, met andere woorden, het noorden van Israël. Hij verdeelde zijn troepen gedurende de nacht. Hij en zijn dienaren versloegen hen en achtervolgden hen tot Goba toe, dat ten noorden van Damascus ligt. En hij bracht al de haven terug en ook zijn broeder Lot in diensthaven bracht hij terug, evenals een vrouw in het volk. Nou zien wij, weer een culturele informatie over die tijd. Het moment dat Lot wegtrok en zijn eigen weg ging, was Abraham helemaal niet meer verantwoordelijk voor hem. Zolang hij bij Abraham woonde, als hoofd van het stam, was Abraham verantwoordelijk voor hem. Maar op het moment dat hij wegtrok, was hij niet meer verantwoordelijk voor hem. Zelfs nog meer niet verantwoordelijk, sinds hij in Sodom ging wonen, onder deze koning. Ja? Dus, wat er gebeurd was, hoefde hij verder niets te doen. Maar soms zien wij dat Abraham, alhoewel hij niet meer verantwoordelijk was, voelde hij zich verantwoordelijk, want dit is mijn familie. Dit is mijn eigen vlees en bloed.
En hij heeft zijn eigen soldaten. Dus we kunnen ook hier zien dat Abraham natuurlijk door God heel rijk was geworden. Want hij had 318 mannen, die geoefende dienaren. Dus het waren, hij had zijn eigen leger. Het waren mannen die in zijn huis waren geboren. Dus het waren geen huurlingen. Het was zijn eigen leger had hij. Is hij toen daar achteraan gegaan en heeft hij die andere koningen verslagen en heeft Lot teruggebracht. Zo zien we het in het karakter van Abraham, niet alleen zijn goedheid, maar ook zijn gevoel voor verantwoordelijkheid voor de mensen die tot hem behoren. Ja, wat de Bijbel ons ook leert is dat wij voor onze broeders en zusters moeten zorgen, de Heer. Nou, we hebben het over Abraham gehad en over zijn houding en zijn goedheid. Maar natuurlijk, het is die goddelijke natuur van Gods natuur. Die is, zoals het staat hier, zoals we net hebben gelezen, dat hij ons alles heeft gegeven wat wij nodig hebben. Om het goddelijk leven te leven. Door onze kennis van hem, zoals staat in 2 Petrus 1. Door zijn eigen glorie en goedheid. Gods goedheid is wat ons aanspoort tot onze eigen goedheid. Dat wij dat karakter van God op ons leven toepassen. En dat hij door de Heilige Geest door ons kan vloeien natuurlijk. Dat wij die goedheid van God toepassen. Ja? Dus als we lezen in dit hebben we in het verleden al besproken, maar het is ter aanvulling van wat wij vandaag hier willen bespreken. En in Exodus 3 vers 13 tot en met 15 staat er, en God roept natuurlijk Mozes hier in dit verhaal, en hij wil Mozes laten weten wie hij is. Okay? Dus Abraham kende God, en ze hadden natuurlijk een heel goede relatie. Maar God gaat nou een relatie aan met zijn nakomelingen. Met de Israëlieten, de nakomelingen van Abraham. En hij gaat nou een hele hechte relatie met hen hebben. Waar hij onder hen gaat wonen. Tussen hen in gaat wonen. En dat hij hun God zal zijn. En zij zullen zijn volk zijn. Zijn kinderen zijn. En dus staat hier. En Mozes zei tegen God. Stel dat ik naar de Israëlieten ga. En ik zeg tegen hen, de God van uw vader heeft mij tot u gezonden. En zij vragen mij, wat is zijn naam? Wat moet ik hen dan vertellen? En God zei, in het Nederlands is het vertaald, ik ben, maar het, zoals ik eerder heb verteld, het woord zijn komt niet voor in de tegenwoordige tijd in Hebreeuws. Dus wat er staat in het Hebreeuws letterlijk is Ehyesh Asher Ehyeh. Datgeen wat letterlijk vertaald betekent ik zal zijn die ik zal zijn. Dus hij zegt, zo zei God tegen Mozes, ik zal zijn die ik zal zijn. Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen. Ik zal zijn, Ehyeh, heeft mij naar u toegestuurd. God zei ook tegen Mozes, zeg tegen de Israëlieten, de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob heeft mij naar u gezonden. Dit is mijn naam voor altijd. Dit is mijn gedenknaam die u moet noemen van generatie tot generatie. Okay? Nou, ik heb het al in het verleden verteld, maar even de herhaling. In die tijd zag men vaak als men iets zei in een bepaalde tijd. Dus een tijd, dus het verleden tijd, toekomende tijd en tegenwoordige tijd. Als er iets gezegd werd in een bepaalde tijd, zag men het vaak als een overkoepelende tijd. Dus letterlijk, om een lang verhaal kort te maken, dus toen God tegen Mozes zei, ik zal zijn wie ik zal zijn, toen hij dat zei, hoorde Mozes hem zeggen, ik was die ik was, ik ben die ik ben, ik zal zijn die ik zal zijn. Okay, het ging over alle tijden. Dus hij zei letterlijk tegen hem, vraag wat is zijn naam? God heeft hem toen niet zijn naam gegeven, maar God heeft hem zijn karakter gegeven. Okay. Ik was met jullie in het verleden, ik ben nu met jullie en ik zal met jullie in de toekomst zijn. Niet waar? En hij zegt, deze naam, zegt hij, dit is mijn naam voor altijd. Ehyeh Asher Ehyeh, dit is mijn naam voor altijd en dit is mijn gedenknaam
die u moet noemen van generatie tot generatie, want van generatie tot generatie zal ik met jullie zijn. En dan zien we verder in Exodus vers 6, nou geeft God hem zijn naam. God zei tegen Mozes, ik ben Yahweh. Ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen als El Shaddai, maar mijn naam Yahweh was hen niet bekend. Ziet u? Dus wat, het Yahweh is eigenlijk afgeleid van Ehye Asher Ehye, want het heeft eigenlijk te maken met het zijn van God. Om een lang verhaal kort te maken, het draait eigenlijk om het werkwoord zijn, dus Yahweh. Met het werkwoord zijn, tegenwoordige tijd, verleden tijd, toekomende tijd. Oké? Dus wat zei hij eigenlijk met zijn naam? Door God zijn naam te geven, heeft hij natuurlijk de twee kanten van de munt gegeven. Natuurlijk zijn karakter en zijn naam, die zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Oké. Goed. Nou, op een gegeven moment, toen God met Abraham, neem me niet kwalijk, toen God met Mozes sprak, en Mozes de wetten gaf en hem, God sprak tot hem, dat zou ik letterlijk van aangezicht tot aangezicht. En op een gegeven moment zegt Mozes in Exodus 33 vers 18 en 19, zegt hij dat Mozes, hij zegt, toon mij alsjeblieft uw glorie. En toen heeft God tegen hem gezegd, ik zal mijn goedheid aan u voorbij laten gaan, antwoordde Yahweh. En ik zal mijn naam Yahweh in uw aanwezigheid verkondigen. Ik zal barmhartigheid hebben met wie ik barmhartigheid heb. En ik zal compassie hebben met wie ik compassie heb. Ja? Dus Mozes vroeg hem, laat me uw glorie zien. En God zegt, mijn goedheid gaat aan u voorbij. Dat is, met andere woorden, ik ga jou, in mijn karakter, wie ik echt ben, mijn goedheid, dat gaat aan jou voorbij. Ja, en die goedheid natuurlijk is die Ehye Asher Ehye, Yahweh, het zijn daarvan, is van wie ik ben. Met andere woorden, mijn goedheid is met u in het verleden geweest, mijn goedheid is nu met u en mijn goedheid zal altijd met u zijn. Dat is wat hij eigenlijk hier zegt. Ja, dus hij vroeg hem, laat me uw glorie zien. En hij zegt, en God antwoordt, ik zal mijn goedheid aan u voorbij laten gaan. Dus Gods goedheid is zijn glorie en Gods glorie is zijn goedheid. En in Exodus 34, vers 6 en 7 staat er, dus nadien wat er nou dan gebeurt, staat er, en toen liep Yahweh voor Mozes uit en proclameerde, Yahweh, Yahweh, genadig en barmhartig, langzaam tot toorn, overvloedig in gesheid, dus liefdevolle, toegewijde goedheid, en in waarheid die liefdevolle toewijding handhaaft tot duizend generaties die ongerechtigheid en overtredingen van zonde vergeeft, toch zal hij de schuldigen geenszins ongestraft laten. Natuurlijk, want hij is een rechtvaardige God. Dus toen God uiteindelijk, dus dat we eerder hebben gelezen, hij zegt, toon mij uw goedheid, en ik zeg, ik zal mijn goedheid aan u voorbij laten gaan, toen God kwam, liep hij voor Mozes uit en hij zei, Yahweh, Yahweh, genadig, barmhartig, langzaam tot toorn, overvloedig in goedheid, de gesed staat er letterlijk, liefdevolle, toegewijde goedheid, en in waarheid, die liefdevolle toewijding aanhaalt tot duizend generaties, die ongerechtigheid en overtredingen en zonde vergeeft. Natuurlijk, allemaal vervuld in de Heer Jezus natuurlijk, dit is Jezus trouwens. Ja, dus dan zien we die, waar die goedheid van God gaat voor Mozes uit. Die goedheid van God, die liefdevolle goedheid, die liefdevolle toegewijde goedheid van God gaat voor het volk uit en omringt het volk en is midden in het volk. Nou, dit is wat God, waartoe God ons roept, waar hij tot ons zegt dat wij tot geloof goedheid moeten toevoegen.
We geloven in Hem. We weten wie Hij is. We kennen zijn karakter. En dat karakter moeten wij ons natuurlijk ook toe-eigenen. En die goedheid van God moeten wij aan de mensen om ons uitdragen. Er zijn verschillende Griekse woorden in de Bijbel die worden gebruikt voor goedheid. Die ene die wij hebben hier gebruikt in 1 Petrus 2 is ook een vorm daarvan. Karete. En dan hebben we hier agathos. Dus agathos is eigenlijk, betekent morele, eerbaar zijnde. Het behaagt God en daarom is het heilzaam. En dat is het wat gebruikt wordt in Romeinen 15, vers 13 en 14. Staat er, mogen de God van hoop u vervullen met alle vreugde en vrede, daar u op hem vertrouwt, zodat u kunt overvloeien van hoop door de kracht van de Heilige Geest. Ik ben er zelf van overtuigd, mijn broeders en zusters, dat u zelf vol goedheid bent, gevuld met kennis en bekwaamd om elkaar te onderwijzen. Ja, dus hij zegt hier, we zijn vol van de hoop van God, met alle vreugde en vrede, daar we op hem vertrouwen, overvloeien van de hoop door de kracht van de Heilige Geest. En hij zegt, dat moeten wij ook zijn, wij dan ook zijn, dat wij vol zijn van de goedheid. En dat wij gevuld zijn met kennis en bekwaamheid om elkaar te onderwijzen, om elkaar aan te moedigen, elkaar aan te sporen, om elkaar te helpen en hierin die goedheid te kunnen groeien. Want Galaten 5 vers 22 zegt ook, maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw. Het is die goedheid van God. Een centraal onderdeel van Gods karakter. Die liefde die Hij voor ons heeft. Die heeft gezorgd dat Hij voor ons is gestorven. Efeziërs 5 vers 9 zegt, want de vrucht van het licht is in alle goedheid en gerechtigheid en waarheid. Ziet u dat licht van God dat uitstraalt? Want Jezus is het licht. En wat is het licht? Wat is het vrucht van het licht? Wat is de vrucht van Jezus zijn licht geweest? Want hij heeft gezegd dat hij is het licht van de wereld. Wat is die vrucht van Jezus zijn goedheid, van Jezus zijn licht geweest? Goedheid, gerechtigheid, waarheid. Toch? Hij zegt, ik ben de waarheid. Ja, dat is de vrucht van het licht. Het is in alle goedheid, in alle gerechtigheid, in alle waarheid. Nou, wat leert de Bijbel ons hierover? De Bijbel leert ons dat christenen moeten met grote zorg er alles aan doen om het goede te doen, niet alleen voor de Heer, maar ook voor de mensen. 2 Korintiërs 8 vers 21. Zoals we hebben gezien in Genesis 14 vers 1 tot en met 16, waar Abraham Lot redt. Dus de christen moet met alle goede zorg er alles aan doen om het goede te doen. Niet alleen voor de Heer, maar voor de mensen. Dat kunnen we zien in 2 Korintiërs 8 vers 21. Een christen moet doen wat eerbaar is. Dat is wat mensen in ons moeten zien, dat wij eerbaar zijn. 2 Korintiërs 13 vers 7. Christenen moeten ook niet moe worden om goed te doen. Want dat kunnen we ook zien in deze wereld, waar zoveel slechte dingen op ons afkomen. Op een gegeven moment word je er moe van. Je doet goed, je krijgt alleen maar slechte. Je doet goed, je alleen maar slechte. Maar de Bijbel leert ons, Galaten 6 vers 9, dat we niet moe moeten worden om goed te doen. En daaraan sluitend in 1 Thessalonicenzen 5 vers 21 moeten wij vasthouden aan het goede. Blijf vasthouden aan het goede. Het goede van dat de Heer ons heeft laten zien. Het goede van Gods karakter. Daar moeten wij aan vast blijven houden.
En ook natuurlijk niet moe worden om het goede te doen. En in Titus 2 vers 14 worden we ook opgeroepen om volijverig te zijn in goede werken. Volijverig te zijn, dat we echt hard werken in het doen van goede werken. En ook in Titus hoofdstuk 3 vers 8 moeten wij als christenen ervoor zorgen dat wij toegewijd zijn aan goede werken. Dus niet alleen vasthouden aan het goede, niet alleen volijverig zijn in goede werken, maar dat we ook toegewijd zijn aan die goede werken. Dat ons niet loslaat. Dat wij het niet loslaten. Dat wij niet ontmoedigd raken en zeggen van, ja, ik blijf maar het goede doen, maar het komt alleen maar een slecht op me af. Nee. Toegewijd blijven aan de goede werken. En zoals Hebreeën ons ook leert in Hebreeën 10 vers 24, dat wij elkaar aansporen tot liefde en tot goede werken. Weet u? Dus niet moeten worden goede te doen, vasthouden aan het goede, volijverig in het goede doen, toegewijd aan goede werken en dat wij elkaar daarin aansporen. Dat wij elkaar aansporen tot liefde en goede werken. En dat wij dan ook een getuigenis uitdragen door middel van goede werken. Zoals er staat in 1 Petrus 2 vers 12. Leef zo'n goed leven onder de heidenen dat, hoewel zij u ervan beschuldigen verkeerd te hebben gedaan, zij uw goede daden ze kunnen zien en God verheerlijken op de dag dat hij ons bezoekt. Dus in dit alles, in het niet moe worden in het goede, vooral is in deze tijd, wanneer er zoveel zelfzuchtigheid ziet, zoveel egocentrisme ziet, zoveel mensen die zich geheel en al insluiten en zich alleen maar willen verrijken en armen en zoveel aan de kant zetten, dat wij het goede van God aan de mensen laten zien. Dus dat wij zoals in 1 Petrus 2 vers 12 staat, dat we getuigenis van God zullen uitdragen doordat wij vasthoudend, volijverig, toegewijd zijn aan het goede te doen. Dat uit ons karakter voortkomt. Psalm 31 vers 19 zegt het volgende. Hoe overvloedig zijn de goede dingen die u heeft opgeslagen voor hen die u vrezen. Die u schenkt ten aanschouwen van iedereen die u aan hen geeft, die hun toevlucht bij u zoeken. Hoe overvloedig zijn de goede dingen die u opgeslagen heeft voor hen die u vrezen. God heeft heel wat voor ons opgeslagen, heel het goede voor ons opgeslagen, voor hen die hem vrezen. God laat het aan ten aanschouw van iedereen. Iedereen kan het zien dat God dat voor ons doet. Want hij geeft het aan hen die bij hem toevlucht zoeken. Die bij hem gaan schuilen. Psalm 145 vers 7 zegt. Zij vieren hun overvloedige goedheid en juichen met vreugde over uw gerechtigheid. Wij vieren Gods overvloedige goedheid, die hij ons heeft getoond in Jezus Christus. En natuurlijk juichen wij met vreugde over zijn gerechtigheid. Psalm 27 vers 13 en 14 zegt, ik blijf hier zeker van. Hiervan ben ik helemaal verzekerd, zegt de psalmist. Ik zal de goedheid van de Heere zien in het land van de levenden. Wacht op de Heer. Wees sterk, houd moed, wacht op de Heer. Daartoe worden wij geroepen. Ik lees het nog een keer. Hier ben ik zeker van, dat ik de goedheid van de Heer zal zien in het land van de levenden. Wacht op de Heer, wees sterk, houd moed, wacht op de Heer. Ja, hij komt gauw, hij komt gauw. Laten wij de moed niet verliezen. En laten wij niet moe worden om het goede te doen. Zodat wij getuigenis mogen zijn voor de Heer Jezus Christus.
En dat die mensen dat zien dat wij dat doen. En God zullen daarin zullen verheerlijken. En onze laatste tekst is Psalm 23 vers 6. En die zegt, uw goedheid en liefde zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. En ik zal wonen in het huis van de Heer voor eeuwig. Amen. Heer, ik dank u voor uw woord vanmorgen. En ik bid in Jezus naam dat dit toegang mag vinden in onze harten. Dat het ingang mag vinden in onze harten. Dat wij erdoor zullen groeien, Heer Jezus. Dat wij uw goedheid elke dag weer opnieuw mogen uitdragen aan de mensen om ons heen. Want u heeft ons die goedheid gegeven in Jezus Christus. Aan het kruis. Wij danken u, Heer Jezus, voor de goedheid die u ons heeft getoond. Door uw offer aan het kruis. En ons te reinigen met uw bloed. En daarom bid ik, Vader God, dat wij die goedheid naar de mensen om ons heen mogen uitdragen. Dat zij Jezus in ons mogen zien. Dat wij dit mogen hebben, Heer Jezus. Dat wij dit kenmerk mogen hebben. Karaktertrek mogen hebben. Uw goedheid. Dat die goedheid ons vult. Zo vult, zo overvloeit, dat de mensen om ons heen het zullen zien. En u zullen verheerlijken. En wij danken u daarvoor in de wonderbare naam van Jezus. Amen. Volk van God, de Heer zegene u en behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u licht en zij u genade. De Heer verheft zijn aangezicht voor u en geeft u vrede. In de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. God zegen u en fijne dag. Indien het woord tot uw hart gesproken heeft en u de zekerheid wilt ontvangen dat u gered bent en dat u het eeuwig leven in Christus Jezus heeft, dan wil ik u uitnodigen om uw hart en uw leven aan de Heer Jezus te geven en hem te aanvaarden als uw redder en uw verlosser. Dat kunt u nou doen door samen met mij het zondagsgebed te bidden. Zegt u mij na. Heer Jezus, ik dank u voor wat u voor mij gedaan heeft aan het kruis. Ik dank u dat u voor mijn zonde gestorven bent, zodat ik het eeuwig leven met u mag verkrijgen. Ik beleid al mijn zonden en ik vraag u mij die te vergeven. Ik wil graag een kind van u worden. En ik nodig u uit om in mijn hart te komen wonen. Ik neem u aan als mijn persoonlijke redder en verlosser. In Jezus' naam vraag ik u dit. Amen. Ik heet u welkom in het Koninkrijk van God. U bent nou een kind van God geworden en u heeft nou het eeuwig leven in Jezus Christus. Amen. Wilt u meer te weten komen over onze Heer Jezus Christus en zijn liefde voor u, neem dan alsjeblieft contact met ons op. U kunt dit doen door naar onze website te gaan en daar een boodschap achter te laten. Dat is pinkstergemeentedewijnrank.com. En wij nemen dan zo gauw mogelijk contact met u op. U kunt natuurlijk hier ook uw gebedsverzoeken achterlaten. God zegen u.